dan. Maar goed, dus ik heb zelf mijn problemen gevonden, niet tijdens mijn werk of tijdens sollicitaties. En ja, ik heb dus vrijwel uitsluitend met mannen gewerkt en dat vond ik eigenlijk altijd prima. Ik vind het nog steeds zo. Als het zo is, dan is het zo. En ik vind helemaal niet dat iedereen in de IT moet gaan werken, of vrouwen massaal in de IT moeten gaan werken. Als we dat niet willen, dan prima. Iedereen moet doen waar hij gelukkig van wordt. En als er weinig vrouwen willen programmeren, hoeven ze voor mij niet te gaan doen. Dus waarom zou ik dan dit mogelijke probleem, wat voor mij dus niet echt een probleem is, wel willen gaan bespreken of gaan aankaarten? Nou, het antwoord kwam daarvoor eigenlijk pas heel recent. Was op 22 juni een interessant artikel op een boekrecensie in de Volkskrant. Dat ging over dit boek, Coders, van Clive Thompson. Echt erg leuk boek, echt aan te raden, lees lekker weg. En de recensent daarvan, van het boek, in die schreef ze in de Volkskrant de urgentie van het probleem op de juiste manier. En ik heb het al wel vaak in andere woorden gehoord, maar het gaat in kort hierom. Ik zit hier. Is het erg? Ja. Allereerst voor de vrouwen zelf, maar het effect is breder. Wij wonen in een wereld waarvan programmeurs steeds vaker de architect zijn. De beslissingen die zij nemen, sturen ons gedrag. De voorbeelden komen vaker voorbij. De macht van de grote techbedrijven, die maar in één ding geïnteresseerd zijn, hun gebruikers zoveel mogelijk tijd op hun platformen te laten doorbrengen. En de maatschappelijke effecten daarvan, bijvoorbeeld verslaving, kunnen ontwrichtend zijn. En dat is nog niet alles. Het feit dat de gemiddelde coder een man is, heeft zijn weerslag. Thompson noemt Twitter als voorbeeld. Als daar meer vrouwen mogen werken, was het jarenlang voorstel van het probleem van scheldpartijen en haat veel eerder erkend. Waarschijnlijk zaken ze het niet eens, zei Thompson. Mannen worden veel minder vaak beledigd, gepest of bedreigd op sociale media. Nou, dat kwam wel best wel aan, want ik hou me onbewust meestal afzijdig in discussies online. Dat is misschien een beetje lap, maar ik word niet graag het middenpunt van discussie. En ja, voor je weet ben je ineens onderwerp van een visie. Maar ik vind het tegelijkertijd wel belangrijk dat ik me online kan uitspreken. En Twitter is natuurlijk maar één voorbeeld. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van code die grijpende effecten heeft op ons leven. En dat is waarom het belangrijk is dat vrouwen ook vertegenwoordigd zijn in deze sector. En daarnaast, een andere reden zou kunnen zijn dat ik vaak haal dat ik gewoon heel veel plezier heb in mijn werk. En dat ik denk dat veel meer vrouwen daar ook plezier uit zouden kunnen halen. Maar dat omdat het niet bij ze opkomt om dit pad te kiezen. Omdat het niet wordt gestimuleerd, omdat er veel vooroordelen bestaan over de bijbehorende studies, het werk, een aantal dingen. En wil ik graag de volgende dingen bespreken. Kijken. Ja. Nou, hoe was het vroeger? Wat is de stand nu? Hoe kom ik zelf in IT terecht? En wat kunnen we doen? Nou, hoe was het vroeger? Ik vond het al bij de keynote, toen mijn verrassing, eigenlijk een aantal onderwerpen besproken die ik hier ook wil bespreken, maar ik denk dat geen kwaad kan om het op te keren, allemaal te benoemen en aan te halen. Dus dat ga ik nu ook doen. Even kijken, hoe was het vroeger? Nou, het is vanochtend ook al genoemd. Het is nauwelijks voor te stellen, maar in de jaren 50, 1946, van de vorige eeuw was programmeren vooral de vrouwenberoep. En het had eigenlijk verschillende oorzaken, maar de twee oorzaken zijn onder andere de Tweede Wereldoorlog. Mannen gingen die binnen het leger, moesten erop uit en vrouwen namen het werk over. En ja, dat werd dan dit werk. Vroeger de computers waren dus echt levende mensen, die moesten computer rekenen. En vrouwen konden dat werk doen, dus de vrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is één oorzaak. En bovendien, dat ze gingen programmeren, het werd vergelijkbaar geacht met typewerk, ponskaarten in de kontmachine steken. En dat werd dus ook al eigenlijk uitsluitend door vrouwen gedaan. Dus was het heel logisch dat de vrouwen dit werk gingen doen. Dit is in 1946. We zien hier dus een foto van de Enya.
Electrical Numerical Integrator en Calculator. En dat is een computer die ontwikkeld werd door de Amerikaanse overheid om data te kunnen richten met artillerie. Dus echt oorlogstuig. Toegepaste dingen. En er is een onderzoeker geweest, Kathy Kleiman. En zij is een computerprogrammeur en een historica. En zij ging op zoek naar inspirerende rolmodellen en naar rechtvaardiging voor vergeten geschiedenis. Ik weet niet of dit was een beeld om. Ja, dus en zij kwam deze foto's terecht en ze vroeg zich af, de vrouwen die je hier ziet, ja, die lijken eigenlijk heel goed te weten wat ze doen, maar lange tijd ging men er gewoon vanuit dat het modellen waren voor de foto. En dan dacht helemaal niet van, dit zijn echt vrouwen in functie, nee, dat is gewoon niet vast wie het waren. En toen is zij er verder onderzoek naar gaan doen en deed dat dit hun werk was. En pas toen die vrouwen dus veel later erkenning daarvoor kregen, waren ze onderhand al in de 70. Dus zo lang duurde dat voordat dat eigenlijk een beetje bekend werd. Nou, dit is een artikel in Cosmopolitan van 1967. En dat gaat over de computer girls. Nee, ik kan het niet lezen, denk ik, maar ik ga het even voorlezen. Even kijken, a trainee gets 80,000 a year. A girl, senior system analyst, gets 20,000 and up. Maybe it's time to investigate. Anne Richardson, IBM systems engineer, designs a bridge via computer. Above, left, she checks her facts with fellow system engineer Marvin V. Fox. Right, she feeds facts into the computer. Below, Anne demonstrates on the viewing screen how her facts design the bridge and makes changes with the light panel. And 20 years ago, a girl could be a secretary, a school teacher, maybe a librarian, a social worker, or a nurse. If she was really ambitious, she could go into the professions and compete with men, usually working harder and longer to earn less pay for the same job. Now have come the big, dazzling computers, and a whole new kind of work for women, programming, telling the miracle machines what to do and how to do it. Anything from predicting the weather to sending out bidding notices from the local department store. And if it doesn't sound like women's work, well, it just is. Quote from Frau, I had this idea I'd be standing at a big machine and pressing buttons all day long, says a girl who programs for a Los Angeles bank. I couldn't have been further off the track. I figure out how the computer can solve a problem and then instruct the machine to do it. It's just like planning a dinner, explains Dr. Grace Hopper, now a staff scientist in systems programming for Univac. You have to plan ahead and schedule everything so it's ready when you need it. Programming requires patience and the ability to handle detail. Women are naturalists at computer programming. What she's talking about is aptitude, the one and most important quality a girl needs to become a programmer. And she also needs a keen, logical mind. And if that zeroes out the old Billy Burke, Gracie Allen image of femininity, it's about time, because this is the age of the computer girls. There are 20,000 of them in the United States. Now, this is the Grace Hopper you just say over that it is us planning a dinner. Maar goed, wat ging er mis? Waar bleven de vrouwen? Want ze waren er dus eerst uitsluitend als programmeur. Nou, hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Tijdens de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw vielen bedrijven steeds vaker terug op het testen in technische bekwaamheden. Dus die aptitudes, er kwamen heel veel aptitude tests en testen die nadelig uitvielen voor vrouwen, want het is aangetoond dat vrouwen slechter scoren op technische testen dan mannen. Helaas is dat zo, want in latere jaren is eveneens aangetoond dat het testen op deze specifieke bekwaamheden geen betere bijdrage levert aan het uiteindelijke werkproces. Want slimme mensen zijn in staat om op elke manier dingen te leren, voor elke baan eigenlijk, als ze daartoe gemotiveerd zijn. Maar goed, het onderzoek toont aan dat mannen en vrouwen, en bovendien toont het onderzoek aan dat mannen en vrouwen, als het gaat om algemene intelligentie,
er dus wel veelvuldig toegepast, de test, waardoor vrouwelijke programmeurs in de taakafdruk kwamen te staan. En waar het onderwijs en de verpleging devalueerden tot vrouwenberoepen, ze werden dus minder betaald en minder gewaardeerd. Het was een lange tijd dat ze typische mannenberoepen waren in het begin van de 20e eeuw. Gebeurde het programmeren eigenlijk het omgekeerde. Het kreeg meer status, meer aanzien. Het werd dus ook beter betaald, waardoor het ook interessanter werd voor mannen om hun werk te gaan doen. Er is zelfs actief campagne gevoerd om vrouwen dus in relatie te brengen tot fouten met het programmeren. Een andere oorzaak kan ook zijn geweest dat er een recessie was in de jaren 70 in de VS. Althans, dat dus over de hele minder vrouwen of minder mensen nodig waren als programmeurs. En in de jaren 80 is het werk van de thuiscomputer kwam natuurlijk op. En dat werd echt voorgesteld als iets voor jongens die lekker wilden sleutelen. En vrouwen waren op dat moment eigenlijk al helemaal uit beeld. En ik heb daar ook een reclame van Apple. Je ziet hier zometeen een jongetje die in de klas ingaat en samen met een vriendje achter de nieuwste Apple kruipt. En er zit een meisje naast hem ook op een computer, die heeft verder niet echt een functie. Het gaat van het jongetje en je gaat ook even een meisje vragen. Ik snap niet helemaal wat de toevoeging daarvan is, maar het is wel duidelijk. Computers, dat is de onderliggende boodschap. Die zijn voor jongens. Ondeugende, guitige jongens. This morning, Brian Scott made a career decision. Nu. Nou, ik heb het ICT-onderzoek ICT-kennis en economie erbij gepakt van het Centraal Bureau voor Statistiek uit 2018. En het voorwoord zegt dit. In 2017 groeide de Nederlandse ICT-sector sterker dan de Nederlandse economie als geheel. Het aantal werkzame ICT'ers in de diverse bedrijfstakken nam opnieuw toe. Tegelijkertijd bereikte het aantal ICT-vacatures een hoogtepunt. De Nederlandse ICT-infrastructuur behoort tot de top van Europa. Het aandeel breedband internetverbindingen ligt zowel voor huishoudens als bedrijven al jaren ruim boven het gemiddelde van de EU. In Nederlandse huishoudens is internet een vanzelfsprekendheid. Velen gebruiken het dagelijks, vooral voor communicatie of zoeken naar informatie. In 2017 gebruikte 85% van de Nederlandse bevolking sociale media. Ook het aandeel e-shoppers nam opnieuw toe. En net als in huishoudens dringen nieuwe ICT-toepassingen in hoog tempo door tot het Nederlandse bedrijfsleven. Een groot deel van de communicatie binnen en tussen bedrijven verloopt elektronisch. Veel bedrijven zijn vertegenwoordigd op sociale media, vooral voor marketingdoeleinden, maar steeds vaker ook voor het werven van personeel. Nederlandse bedrijven behoren tot de koplopers van Europa waar het gaat om het gebruik van sociale media. Nou, dan. Wat is de verdeling? Specialisten in ICT in Nederland. Is dat 50,2% man en 14,8% vrouw. Ja, die cijfers zijn ook al genoemd. Het was net een beetje anders, maar dit is het dus. Dus dat is wel shocking eigenlijk als je bedenkt hoe bepalend ICT is en hoe slecht vrouwen vertegenwoordigd zijn. Voor de vakspecialisten geldt, dus niet heel veel beter. 23% man en 17% is vrouw. Dit zijn dus harde cijfers.
En dan heb je nog een ander fenomeen wat optreedt, en dat is de gendergelijkheidsparadox. En dat gaat over het volgende. Hoe meer gendergelijkheid er heerst, hoe minder meisjes kiezen voor technologische studierichtingen. Dit blijkt uit onderzoek van psychologieprofessor Gijsbert Stoens aan de Universiteit van Leeds. En in België, wat qua cijfers ongeveer vergelijkbaar is met Nederland, kiest 20% van de vrouwen voor een technische studie tegenover bijvoorbeeld 40% van de vrouwen in Tunesië. Hoe kan dit? Waarom kiezen vrouwen in onze landen niet voor hun studie, terwijl ze dat in Tunesië wel doen? Nou, een van de verklaringen zou kunnen zijn dat vrouwen het zich in ons land te kunnen permitteren. Ze kiezen een vak waar ze goed in zijn. Nou, vrouwen presteren over het algemeen beter in talige vakken op de middelbare school, dan mannen beter presteren in de exacte vakken. In Tunesië, of bijvoorbeeld Turkije, kiezen vrouwen eerder voor financiële zekerheid. Dus ze kiezen een studie met het beste toekomstperspectief, omdat ze in een land geen loonkloof kunnen verdienen met een vak dat alleen maar leuk is of beschouwd wordt. Nou, een andere verklaring die Stoet geeft, is dat het te maken kan hebben met stereotype threat. Ik denk dat je weet wat dat is, maar stereotype threat is het fenomeen dat als je weet dat je tot een bepaalde stereotype groep behoort, dus bijvoorbeeld tot de groep domme hondjes, zeg maar wat, en je enige angst voelt als je getest wordt op kennis of vaardigheden waarvan algemeen bekend is dat jouw groep, de domme hondjes dus, daar slecht in is, dat je dan angst of schroom zou kunnen hebben om getest te worden en eigenlijk liever maar helemaal niet kiest voor een technische opleiding of studie. En dat, het schoot in ieder geval met mijn persoonlijke ervaring. Ik hoor heel vaak om mij heen andere vrouwen zeggen, niet in dit werkgebied, maar oh nee, ik snap helemaal niets van computers. Nee, het is echt veel te ingewikkeld. Daar durf ik niet aan te beginnen. En dit zijn dezelfde vrouwen die perfecte huishoudens runnen, hun administratie op orde hebben, ze kunnen creatief denken. Het zijn allemaal vrouwen met een goed stel hersens die eigenlijk nooit op het idee zijn gekomen om iets met techniek te gaan doen, omdat het in deze tijd niet de norm is. Even kijken. Nou, een conclusie van dit. Oh ja, dat is. Dat domweg niet de norm is. Nou, hoe ben ik zelf in deze sector terechtgekomen? Ik kom uit een gezin waar het normaal was dat er altijd een computer in de zitkamer stond. Dat was, onze eettafel werd in de weekenden ingenomen door een tafel die bezaaid was met onderdelen van computers, waar mijn vader en ma zat te sleutelen, af en toe te vloeken en te tieren, en dat was voor ons heel vanzelfsprekend. En af en toe kwam de beste vriend van mijn vader op bezoek met een stapel diskettes. Nou, het was feest, want we hadden spelletjes en vond het niet meer dan normaal. Op mijn 12e vroeg ik op internet voor mijn verjaardag, want ik had gehoord, te zien op televisie, dat ging het helemaal worden. In Amerika waren er kinderen die dat hadden. Nou, dat leek me supermachtig. Dus ik kreeg een pakket per post met allemaal CD-ROMs. Een telefoonnummer, een inlogcode. Nou, ik denk dat we de telefoonmodem toen al hadden. En een instructie om in te loggen en dan vervolgens naar een browser te gaan, genaamd Mosaic. Waarom geen andere Chrome? Dat was nog voor het Netscape tijdperk zelfs. En toen hadden we dus internet. Nou, dat is altijd met mijn vader. En nu gaan we het opzoeken. Ja, wat moet ik opzoeken? De eerste zoekterm was Madonna. Ik dacht, daar moet het over te vinden zijn. Nou, en inderdaad, verscheen een tekst en heel langzaam zelfs een plaatje dat echt week voor week zo naar voren komt. Ik vond het echt fascinerend. Ik was verguld dat zoiets kon. En tegelijkertijd was ik ook eenzaam, want er was verder niemand op internet, in ieder geval niemand die ik kende, en op school was al helemaal niemand. Dus in de jaren daarna was het vooral handig op internet om informatie op te zoeken. Maar eigenlijk deed ik er toen niet zoveel mee. Pas toen ik in jaar 17 was, is er een hernieuwde interesse gekomen.
En ik ging dat omdat ik eigenlijk ging werken bij een softwarebedrijf. Het was een bedrijfje, ze maakten software voor grond- en waterbouw, voor het beheer van openbare ruimtes. En ik kwam per toeval terecht, ik deed daar de boekhouding. En dat ging dan op een heel ouderwetse manier, met multimappen en tabbladen, telkens moest omslaan om te kijken of onderhoudscontracten er vernieuwd moesten worden. En die werd gewoon geprogrammeerd in DOS en in Foxpro. Niet door mij overigens, maar door mijn mannelijke collega's. Maar we praten nu over het jaar 2000. En elke maand werden het ook meer onderhoudscontracten, want de zaken gingen goed. Maar het betekende dus ook voor mij meer handmatig werk. Dat ik de bladzijden omslaan. Ik dacht, dit moet beter kunnen. Dit kunnen we automatiseren. Nou, mijn baas vond het allemaal prima. Hij duwde mijn hand in een boek in mijn handen en zei, misschien is dit handig. Visual Basic for Applications. Nou, oké, en dat was het. Dus hij ging voortvarend te werk. En dat ook tegelijkertijd het begintijdperk van websites. Dus, en van Napster bijvoorbeeld. Bedrijven hadden inmiddels allemaal wel een beetje een eigen websiteje. Die, nou ja, als je heel fancy was, had je er zelfs een CMS achter hangen. En nou, bij ons was dat gewoon een tabel. Er zat alles in, inclusief een heel gebruikersforum wat ik had gemaakt ook. En het was de tijd om over te stappen op een echt CMS. En dat mocht ik doen, want er was altijd wel, in die tijd was altijd wel een handig neefje of iemand die je kende, die kon wel even, die was handig met computers, die kon dat wel. Nou, ik was op dat moment dat neefje. Dus ik mocht dat doen. Nou, toen had ik de keuze tussen Joomla, dat was net de overgang van Mambo naar Joomla, Typo3 en Drupal. Nou, het werd Drupal. Vanwege de fine uitstraling, de opzet. Maar goed, wat wil ik eigenlijk in dit verhaal vertellen? Dat het, ondanks mijn achtergrond, dat ik toch een computerende vader had, die later ook computerles is gaan geven op hogeschool, was het eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend dat ik hier in terecht kwam. En het is puur toeval geweest dat ik bij het bedrijf ging werken, dat ik me daarmee bezig ben gaan houden. Want er is eigenlijk nooit iemand die tegen mij heeft gezegd, opeens heb je het. Je wordt programmeur. Zat er gewoon niet in. Nou, wat kunnen wij doen als bedrijfsleven? Of als personen? Om hier wat aan te doen? Dit is voor mij zo. Ik heb, van tevoren kan ik vast zeggen, ik heb hier ook geen pasklare oplossing voor. Het is iets. Het maakt aan zoveel aspecten dat het heel moeilijk is om dit te veranderen. Dit zou met kleine stapjes moeten gebeuren. En ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus ik wil zo meteen wat stellingen gaan poneren waar jullie dan op kunnen antwoorden. Ja, nee. Nou, een beetje prikkelende stellingen. Dus, juist om een beetje te provoceren, maar ook om een discussie los te krijgen. Ik had zelf een paar ideeën. Wat kunnen we doen? Namelijk. Bijvoorbeeld, ik ken best wel veel muzikanten die op latere leeftijd in ieder geval in hun loopbanen erachter kwamen dat ze niet helemaal de juiste studie hadden gekozen of dat ze niet heel veel geld konden verdienen met het werk dat ze deden. En die zijn ze gaan omscholen tot IT'er. Maar het zijn altijd mannen. En ik ken geen enkele vrouwelijke muzikant, die er ook zijn, die niet heel veel geld verdienen, die zich zijn gaan omscholen tot IT'er. Hoe komt het dat dat echt iets is waar vrouwen niet aan denken? Volgens mij is daar een enorme groep mensen te winnen die dus nu niet gelukkig zijn in hun werk en die best, als het beter gepresenteerd zou worden, warm te maken zijn voor een IT-beroep. Nou, welke groep zou dat dan zijn? Niet de onderwijzers, want die hebben hard nodig voor onderwijs. Maar er zijn bijvoorbeeld wel studies die dat kijken, die weinig maandperspectief hebben en die worden bevolkt door, overwegend worden bevolkt door vrouwen. Dat zijn. Ja, dus omscholing. Dat zijn bijvoorbeeld, niet archeologie, dat zijn vooral jongens, maar letterkunde en kunst- en cultuurstudies. Zelf heb ik geschiedenis gestudeerd, dus ik ben ook iemand die zich heeft laten. Ik had tegelijkertijd
zou dit, hier zit best wel wat bij, voor psychologie. Er wordt al een vak programmeren gegeven met psychologie. Dat wordt door vrouwen gevolgd, die vinden dat heel erg leuk om te doen. Misschien zou daar eens een mannetje kunnen worden opgegooid of bedrijven daar actief achteraan kunnen gaan. Het vraagt wel investeren natuurlijk van bedrijven. Je moet er mensen voor vrijmaken, tijd voor maken. Maar het is maar een idee. Dat is één idee en ik had een ander idee. Ja, maak het. Ja, dat vind ik moeilijk omdat het niet voor iedereen interessant kan zijn. Maar maak het fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven om bij te dragen in de kinderopvangkosten als ze direct vrouwen in dienst nemen. En dan dus waarom vrouwen en niet ook mannen? Omdat vrouwen eigenlijk vaker opdraaien door kinderopvang als ze kinderen krijgen. En het is nu al zo dat werkgevers een bijdrage doen aan kinderopvang. Dat gaat gewoon naar de algemene pot. En ouders die kinderopvang genieten, die krijgen dat terug in kinderopvangtoeslag. Maar ze krijgen niet direct terug. Je zou als bedrijf kunnen zeggen van wij vinden het belangrijk dat we hebben mensen tekort en we zien dat er vrouwelijk potentieel is. Wij bieden als extra bedrijf in dit bedrijf dat we een deel nog extra kinderopvang vergoeden. Dat is natuurlijk al mogelijk, maar je zou het dus fiscaal aantrekkelijk kunnen maken en dan zou het misschien interessant kunnen zijn. Wat kunnen we nog meer doen? Dat is vanochtend ook even besproken, maar voorkom de gender bias. En een voorbeeld daarvan, dat is, Janka Smeets had daar laatst een tweet over en zij schreef het volgende. Elke keer dat ik een aanbevelingsbrief schrijf, check ik dit overzicht even. Ook interessant voor mannelijke studenten. En voor de gender bias reference writing. Bijvoorbeeld dat bij mannelijke brieven worden zo veel vaker publicaties genoemd. En kijk, wat was niet meer goede? De titels waarmee je vrouwen benoemt. Blijf weg van stereotypen. Bijvoorbeeld. Vrouwen zijn meer caring, compassionate en helpful. Dat soort dingen allemaal zijn dingen waar je op kan letten. Ook ik zelf ook, want ik doe het zelf ook. Als ik bijvoorbeeld vertel aan mensen, ik heb kinderen, ik heb 5 kinderen, dan vragen mensen altijd bij mij, zo 5 kinderen, hoe doe je dat, werk je dan nog? Ze vragen nooit aan mijn man als hij zegt, ik heb 5 kinderen, werk je dan nog? Nee, ze vragen, hoe doe je dat, werkt je vrouw nog? Het is gewoon, en ik zou het zelf waarschijnlijk ook doen als een vrouw mij zou vertellen dat ze 5 kinderen had, zou ik ook zeggen, jeetje, werk je dan eigenlijk nog? Terwijl ik dat niet aan een man zou vragen. Dus dat zijn stereotyperen, typen of gender bias waar je eigenlijk voor moet waken. Een ander is bijvoorbeeld op dit soort congressen, het is nu al minder, maar een aantal jaar geleden was het nog vaker dat mensen dan vroegen, je zit ook wel, je werkt daar en daar. Of in een frontender of in een backender. Eigenlijk werd er vaker vanuit gegaan dat ik iets met design op het frontend deed. Terwijl, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dus dat zijn allemaal vooroordelen waar je in ieder geval alert op moet zijn, waar je bewust van moet zijn. Ik zelf dus ook. Dan gaan we nog even testen wat jullie dus vinden. Wat ga ik een handje kunnen? Oké, je kan dus naar die site gaan en dan moet je de code intoetsen. Eigenlijk dit dingetje, dat staat volgens mij naar een andere plek of dat niet? Want daar moet je een teller voor. Ja, maar ik zie het hier niet, want ik heb het niet. Ik zie het net niet, sorry. Sorry. Nee, maar we houden niet. Sorry? Lager.
zie je de tekst niet helemaal. Ja, het is de zijn
dus ook zie, de valkuilen zie van toenemend internetgebruik en schermgebruik, wil ik het dus zo lang mogelijk voorkomen. Dat is een ander probleem. Het is een ander probleem, ja, maar ja. Als je moet meer leren zonder een scanner. Ja, inderdaad. Dus ja, precies. Het is een mondargument. Ja, inderdaad. Nou, dat zou je kunnen zeggen, maar... Dit is een van de meest hekele punten voor de volgende klassenmaatschappij. Zij die wel of niet kunnen fietsen, zij die wel of niet kunnen programmeren. Op het moment dat je die basisvaardigheid niet hebt, kan je nooit beseffen dat het leuk is, dat het belangrijk is voor je verdere ontwikkeling en je logica. En blijf je dit dogma en discipline altijd vasthouden. Dus daarom is het pertinent, stop het in het onderwijs, doe Code the Dojo, er is Coding Girls, er zijn allerlei andere initiatieven en omarm je. Ik ga die discussie niet aan, even op reageren. Want ik heb nee gezegd. Ik vind dat je de basisschool. Je hoeft kinderen niet te leren programmeren op die leeftijd. Om ze toch voor dergelijke abstracte puzzels nog programmeren geïnteresseerd te krijgen. Laat ze alles puzzelen. Het is ook een vorm van creativiteit. Ja. Maar dan leer je ook programmeren. Ja, dat is ook zo. Dan zou je het eigenlijk ook weer hebben over de definitie, of hoe zou je dat vorm moeten geven, het onderdeel programmeren. Maar ik kan het niet helemaal vinden in jouw opvatting. Oké, dit was track 2. Zijn er ook eens een gouden Kira speaker aan de kant? Dubbeltje, wat dacht ik vanochtend? Waar zou je het dan over hebben met de hele vader? Probeer meer diversiteit in je kinderspelers te vinden.
dan zeg ik ja, dan zeg ik anders. Duidelijk. Deze is ook voor zin. Inderdaad, lopen belangrijke uitgaan vrouwen in de IT-sector? Hoger dan? Hoger dan nu of hoger dan mannen? Hoger dan mannen. Hoger dan mannen. Dit toch op meer? Dit toch meer dus. Waar de positie zit. Oh, daar de positie dus. Maar ja, als je puur naar de statement kijkt, dan denk ik dat het een discriminatie is.
geslacht. Dat mag niet. Dan ben je geslacht, dan krijg je de rechtszaak. Ja, maar dat zegt niet. Dat dus met haar gesprek. Eva. Ja. Jij mag kiezen. Wat wil jij gaan zeggen? Het wordt niet gekeken naar geslacht, even te zien. Het gaat dus over die gender bias trap, hoe heet dat ding? Ja. Daar gaat het om. Dus maar als je vanuit het bedrijf zegt, ik ga vrouwen minder betalen, dat zegt een enkel bedrijf. Dus het wordt niet dat is een punt. Onbewust kiest men ervoor om een vrouw minder te betalen. Ja. Dus dat is geen bewuste keuze, maar dat is nog steeds, men weet dat het om een vrouw gaat. Doet niet een bewuste keuze om die minder te betalen, maar onbewust gebeurt dat wel. Als je dus niet weet welk geslacht het gaande is, om welk geslacht het gaat, kan je ook niet onbewust die keuze maken. Nee, maar dan ga je eens kijken naar bijvoorbeeld zet iemand op cv en dan blijkt vrouwen zetten minder papers op cv's, vrouwen promoten zichzelf minder en dan kom je nog steeds hetzelfde uit. Dus daarom vind ik dit eigenlijk wel een goede oplossing. Erik, wat wil jij zeggen? Ik heb twee antwoorden proberen te geven. Ik begon met een goed idee, vanuit het idee van marktwerking. Als je dan wil dat er meer vrouwen zijn, nou ja, dan is de marktwerking misschien dat de prijs omhoog moet gaan. Aan de andere kant denk ik, ik weet helemaal niet of dit een reden is voor vrouwen om in IT te gaan werken of om eruit te blijven. Mm-hmm. Ik ben geen vrouw, ik zit niet in de situatie voor deze keuze, ik kan daar als man niet over voor. Nee. Nou, als ik voor mezelf spreek, mijn man en ik, hij werkt meer dan fulltime en ik werk 4 dagen. Het probleem is vooral dat zijn werk is niet iets wat door iemand anders ook zou kunnen worden gedaan. Dus hij kan het niet verdelen, omdat hij nog een specifieke baan heeft. Dus hij zou wel kunnen zeggen, ik ga 4 dagen per week werken en dan ga jij 5 dagen per week werken. Maar de werkdruk wordt dan niet minder. Hij zou, hooguit zou hij dus minder gaan verdienen voor hetzelfde werk in minder tijd. Dus is het niet aantrekkelijk om dat te gaan doen, tenzij ik dus daar een hoge beloning voor zou krijgen, dan zou het interessant zijn en dan, ja. Dat is dan toch nog steeds een perverse prikkel. Het is een perverse prikkel, maar wel eentje die wat in gang zet. Maar dat betekent dan dus eigenlijk dat omdat jij meer betaalt, gaat hij ervoor kiezen om minder te verdienen van hetzelfde werk. Lijkt mij een beetje een rare... Ja. Moet je maar eigenlijk eruit gaan kijken? Ja. Mijn vrouw had zeg maar, toen wij kinderen kregen, meer potentie om een betere carrière te hebben dan ik. Wij kregen kinderen en wij hebben altijd het idee gehad voordat we kinderen kregen, dat ik thuis zou blijven en dat zij carrière zou gaan maken. En toen kwam daar die eerste en zei mijn vrouw, ja, maar ik wil helemaal niet meer werken, ik wil thuis zijn. En heb ik uiteindelijk zelf 60 uur in de week moeten werken, zeg maar, mijn studie en werk, om ons gezin boven water te houden, zodat zij thuis kon blijven. Persoonlijk vind ik dat heel erg feministisch voor ons. Maar het is niet zo dat geld altijd maar de keuze is. Ik vind, er moet ruimte zijn voor discussie. Tuurlijk. Ja, ik vind wel dat je de keuze moet hebben, maar de keuze is nu vaak niet echt een keuze, maar een gebonden keuze. Nou, de laatste. Hebben jullie suggesties om vrouwen te werken? Ik weet niet hoe dit eruit ziet, maar je kan hier keywords op mij even typen. Dit is tevens de laatste vraag. Want het is inmiddels al. Het is al bijna tijd. Snel. Onderwijs, ja. Er zijn eigenlijk een aantal momenten die vrij bepalend zijn voor je verdere loopbaan, de toekomst in het onderwijs. Dat is de overgang van de basisschool naar de middelbare school en dan de overgang van naar het vervolgstudie. En dat zijn telkens punten waarop vrouwen dus helemaal niet voor een etnische kant kiezen. Dus onderwijs op een vroeg moment, neem ik aan. Kijk, wat zijn er interessante. Wat is het? Hier wordt het. Makes sense. Part-time opties, wie heet dat? En wie kan dat toelichten? Klopt, wat zijn je, wat is je? Ja. De spreking volgens mij.
Want ik heb het getypt, waarschijnlijk omdat jij me had getypt. Dat denk ik. Want ik zag Marlijn, oh, dat is echt een goed idee. Want dat is waar vrouwen, ik heb geen kinderen, dus ik heb het niet. Maar waar ik veel vrouwen over klagen, van ja, ik zou best wel meer willen, maar ik wil gewoon op zeer om 3-4 dagen te kunnen werken. En bij veel IT-bedrijven weet ik bijvoorbeeld, bij zo'n stier waar ik ooit heb gewerkt, kon dat dus gewoon niet. Die zeiden gewoon, ja, fuck it, je kan gewoon niet maar 3 dagen werken hier. Helaas. Mannen ook niet. Dus. Mannen ook niet. Nee, ja, dat is niet. Maar ik denk dat vrouwen daar gevoelig voor zijn, en dat is deze andere. Ja. Ik kijk naar wel hetzelfde tegenaan, maar uit de dentale wereld, de tandheelkunde. En ik zie in het verleden dat het beroep van tandarts met name mannelijk was. Een mannelijk beroep in de tandarts is altijd een man. En dat is enorm aan het veranderen. Al sinds jaren en dag meer dan 70% van de studenten tandheelkunde zijn vrouwen. En waarom? Omdat dat heel erg gestimuleerd is. Grotere klinieken, steeds een grotere opzet. Waarin vrouwen ook gestimuleerd worden en ook de mogelijkheid krijgen om part-time te werken, flexibeler te werken. En dat trekt dus meer. En dat trekt veel meer vrouwen aan en heeft voor ons ook voor slaaps. Ja, want dat belletje wat ik eerder zie met slecht baanperspectief. Ja. Je hebt er ook een voor goed baanperspectief en er staat van anders. Die staan verder weg bovenaan. Ja. Ja. Oké, dan nog één keer dan. Ja, we hebben het afronden. Maar als jullie een leuke zien, dan. Die vond ik niet voorstelling. Wat zei je? Nee. Dus dat was het dan. Rolmodellen. Blijf doen wat je doet. Ja. Want je bent een rolmodel. Ja, dat hebben we wel. Dus zorg dat je dat blijft zichtbaar. Dankjewel.